Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Cage Lock. Het is tijd voor een cage battle. Wat is de code? Met Nanowing! Ik was helemaal vergeten dat met Nanowing moest zeggen. Ik weet niet of ik die moet pikken, maar... Dag Burring, anders word je net zo boos op als Sander op mij. Thundering was ook boos op mij, dus... Ja. Oké, random. 8, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 8. Kijk. En als het goed is en ik kapot slim ben, IQ van 3 miljoen, dan ben ik online. Kijk. Jij bent smarty pants, Ing. Jazeker, Ing. Kijk, lekker, Ing, tegen Milan, Ing. Dat is heel lekker, Ing. Ik heb jouw scherm even weggeklikt. Ja, ik heb die van jou ook weggeklikt. Na laatste gewone cage match. Zeker, Ing. En omdat er nog maar twee matches zijn, ga ik nu al de theme veranderen. Cassiopeia, let's go. Oké, en dit is dus het team waar je mee moet werken. Ja. En het is alleen Sligoo. Dus ja, dan zou je denken, hoe fout moet dat gaan? Hoe erg fout kan dat gaan? Ik ga toch wel een Riskit voor de Biscuit nemen. Doe het. Charizard. Dat dacht ik dat je dat al heel graag zou willen. Mm. Maar het is toch even ietsjes anders. Okay. Net even ietsjes. En ik ben benieuwd of dit wat gaat opleveren of niet. Terwijl ik naar Penny's theme ga luisteren. Rotom Wash? Zekering. Ah, interessant. Kijk, ik heb natuurlijk wel even gekeken van, zijn er mogelijkheden voor mij in dit verhaal? Nee. daar kwam ik eigenlijk op uit. Oké. Ja, dat kan gebeuren. Nou ja, ik ben benieuwd wat dit gaat doen. Acid spray. Oké. Dan denk ik dat ik al weet wat je probeert te doen. Maar dat gaan we natuurlijk niet laten gebeuren. Ja, dit wordt een lange battle. Kut. Het kan nog spannend worden. Er gebeurt ook niet zo echt heel veel. Nee. Oké. Acid spray verlaagt de special defense, toch? Dat zou best kunnen. Ja. Vraag je over substituut, hè? Kan substituut ook weggaan naar zoveel tijd? Of is het gewoon totdat je hem een keer kapot maakt met je hit? Totdat je hem echt kapot maakt. Oké. Oké. Dus dit wordt de Protect BitConnect strat. Ja. Dit is echt de traagste cage match die we hebben gehad tot nu toe. Yeah. Wellicht dat zelfs de volledige match nog sneller gaat dan dit. Oké. We komen al in de buurt.
Maar kan Substitute niet missen zeker, of wel? Nee, want het is gewoon een move die je doet. Dus het is net zoiets als Tail Whip. Dat is dan toch super OP, Substitute? Nee. Natuurlijk wel, want ik kan jou nooit damage doen als je gesubstitute bent. En als je uit Substitute gaat, dan kan je meteen weer substituten. Ja, maar er gaat toch wel HP van af? Ja, maar dat is super weinig. En volgens mij kan ik nu niet meer substituten. Je kan het tot aan een kwart of zo? Of 25% is het steeds. He protect, he bit connect. Zo. Ik heb sowieso verloren, want je bent sowieso eerder als mijn Altus' substitute nu breekt. Is. Ja. Ja. Ik had nog maar 1 PP voor Hex. Maar goed, dan had ik nog andere moves, dus ja. Ja, ik wil al zeggen. Jij was sneller, dus. Als je sneller bent, dan kan je met Substitute 1 op 1 bijna niet verliezen. Of je moet heel weinig damage doen. Ja, als je bijvoorbeeld Garchomp had, dan had je hem waarschijnlijk kunnen breken. Alhoewel, ja, met Dragon Claw had het gekund. Kijk, ik ga voor TM's. Voor TM's? Oké. Zekers. Daarom noemde ik het ook Risk It for the Biscuit. En als ik slim ben en mazzel heb, dan heb ik toevallig TM Shadow Ball. En dan gooien we Hex weg, want die willen we niet gebruiken. En als ik nog meer mazzel heb... dan heb ik geen mazzel. Als ik nog meer mazzel heb, heb ik geen mazzel. Yep. Maar ja, ik kan later nog een TM leren. Kijken of ik nog iets anders heb. Later alsjeblieft een hoog level Pokémon in zitten. Naar Nezuro of zoiets. Laat het een ultra. Een Sunkern? Ja. Oh, je bent nu al aan het ruilen. Ja, want ik heb 3 Pokémon verloren. Dus die kan ik allemaal wegruilen. Oh, kijk, dat is nog eens Big Brain. Ja, ik moet ze weer van gaan vangen. Oh, ik had al een Sunkern. Ja, klopt. De vorige keer toch? Ja. Easy. Nou, dan wordt het tijd om wat anders te zoeken. Je hebt zo'n mooie Delibird, waarom gebruik je die niet? Die wil niemand gebruiken. Nou, als hij doodgaat, dan kan je hem weer ruilen. En misschien dat iemand anders hem dan weer wel wilt. Ja, het is goed met je. Een Applin, oeh. Kijk, dat is nog eens chill. Dat is een hele leuke Pokémon. Kijk, Quickball. Dan moet je alleen even de appel kopen die je wilt. Ja. Maar dan is hij wel in de pocket. Zeker. En is hij ook hoog level? Nee, level 1. Dat is een beetje jammer. Heb je genoeg candy, Gwing? Ja, ik heb wel wat candies. Maar ik denk niet dat ik die allemaal op een Applin ga gebruiken. Want het liefst zou ik ook een Hydreppel dan willen gebruiken. En dat is te veel gedoe. Ja, en je moet dan nog de story gaan doen tussendoor. Gedeelte. Ja, ook dat. En ik heb op Scarlet de uitbreiding niet. De DLC. Oh ja, dat is waar. Dus dat lukt sowieso niet. Een Amoongus. Amoongus. Hutsasa. Hutsasa, lekker. Dikke vette Hutsasa.
Dat is de nieuwe catchphrase. Dik vette hut, Sasa. I love this shit. Kijk, ik wil deze Pokémon vangen. Ik mis mijn Oshawott. Oshawott, mate? Oshawott, mate. Ja, dat was wel een goede Pokémon. Maar goed, vandaag gaan we erachter komen of ik iets krijg wat Rotom Wash overtreft. Oh, ik kan jouw scherm er weer bij. Ja, ik heb hem die van jou er ook bij gepakt. Een surprise trade. Magnemite. Oh, dat is wel op zich een goeie. Ja. Niet verkeerd. Kijk, mag ik alsjeblieft weer een Gibble? Nee. Ja, ik heb toch geen fuck aan. Alhoewel, we hebben nog hierna één cage match en dan hebben we de league. Klopt. Een Love Disc shiny. Oeh, level 75. Wat zijn de kansen? Vertel Milan, wat zijn de kansen op een shiny Love Disc van level 16? Die zou best echt kunnen zijn met die ene event, toch? Ja, maar het was wel van shiny.24.com, dus... Dan never mind. Tenzij die echt een shiny hunt of zoiets is, maar... Ja, I do not trust. En volgens mij heb ik ook al een Love Disc. Of ik heb, nou ja, misschien dat ik er meerdere heb gehad om heen en weer te rijden, omdat het te hoog level was, maar... Nou, zeker voor het onzekere. I snap. Zekering. Nou, thank you. Ik heb tussendoor geen shinies meer gevonden. Belly Bolt. Ik wel. Een Ariados en een Dusclops. Oh, lekkering. Nou, Belly Bolt is denk ik wel legit. Terwijl ik een chocoladereep aan het breken ben. Ik dacht al, wie ben jij aan het spanken? Ik ben een milkenreep aan het breken. Oh. Voor zo'n betening. Ja, deze is wel legit. Squirtle. Dat je dan ook gebruiken. Kijken of we hem kunnen openen. En ondertussen... Dat is misschien een pijp plan. Even Rotom's moveset opzoeken. Dan kan ik kijken of ik nog wat paar TM's kan fixen. Kijken, wat hebben we hier staan? Oké, de normale moves heeft hij allemaal gehad. Kijk, we hebben... Bob heb ik al. Dus daar heb ik geen fuck aan. Oeh, dat is wel een chille move. Ik weet niet of ik die kan krijgen, maar... Even kijken. Hoe moet ik deze TM maken? Moet ik echt naar Serbi gaan, jongens? Ja. Man. Nou, dan gaan we maar naar TM's op Serbi. Beldum? My shiny. Nee, volgens mij is hij niet shiny, hoor. Jawel. Nee, hij is niet shiny. Jawel. Ik ga nu kijken. Oké. Nee, dat is niet shiny, hoor. Het lijkt zo erg op een shiny. Nee. Ha. I'll take it. Ik weet nog exact wie ik ga vervangen. Kijk, TM's. Moet ik maar even F3 gebruiken, want anders kan ik het niet vinden. Even kijken. Ja, en kan ik hem al maken?
staat er niet echt bij of ik het kan maken of niet. Dit is alleen wel kut om te krijgen, dat weet ik wel in ieder geval. Ik weet niet of ik al een dierling heb gehad. Ja, Salzburg. Ja, Salzburg. Ja. Nou, gaat hij weer. Sowieso is één ding is echt heel kut om te krijgen, zie ik al. Maar ik weet ook niet of ik het kan maken. Dat is een beetje het kutte. Oké. Yes. Ja, die weet ik zeker dat ik die nog niet heb. Cotone of zo. Cotone, ja. Whimsical is best een goede Pokémon. Ja, dat zeker. Zeker een goede Pokémon voor competitive. Kijken, want er is één Pokémon die ik zeker in mijn team wil, maar. Ik zit er echt oprecht aan te denken om of Espeon of Corviknight eruit te kicken. Ja, ik ben ook nog niet zeker van of ik nou een Lokix ga gebruiken of niet. Kijken, want we moeten tegen de waterding. Espeon is wel decent, maar... ik denk dat ik Espeon even eruit kik. Gooi ik Beldum erin en dan pop ik hem vol met candy. Nou, exact het juiste een beetje level. Ik vind het zo erg op de shiny lijken in die verlichting. Ja, dat klopt. Dat is ook super kut met hunten van die Pokémon in deze game. Kijk, met Tang is dan wel... ietsjes makkelijker te zien, maar ook niet echt. Ja, de oppervlakte is groter, hè? Ja, dus dan kan je wat meer zien. Oké, en dan heb ik nog een rare candy. Zo. En dan is dat in ieder geval klaar. Ga je Hariyama meenemen? Ja. Dat is wel een goede Pokémon. Oké. Dan moet ik even kijken naar jouw moveset. Deze sowieso. Oeps, verkeerde move. Ja, dit is ook wel een redelijk goede. Ik denk dat dit wat beter is. Dat dit een bord. Oké, dan nog even een heel klein beetje trainen voor de Dondozo. Ja. Nog meer? Jezus, wat een vreedzakken. Dat is 56 en dat is 57. Niet 57.
die L Candy kan ik zo weer, of de S Candy kan ik sowieso wel weggooien. Leaf Storm. Nou, dank je. Oké, ik ben klaar voor de Dondozo. Nou, let's go. Kijk, dit kan nog wegtieven. Dit kan ik nog wegtieven. Dit kan ik nog wegtieven. Wacht, is Dondozo een dragon type? Nee, is water. It's a water typing. Wacht. Huh? Maar de Tatsugiri is Water Dragon. Oh, huh? Oh. Ja, ja, het zal wel. Ja, ja. Ja, ik weet dat. Ik weet dat Tatsugiri Dragon is. Maar ik dacht dat Dondozo de Titan was. Nee, eigenlijk is het Tatsugiri. Maar eet. Dondozo eet de Tatsugiri en dan wordt hij zo sterk. Hoppatee. Hoppateetje Ramirez. Zeker. Nou, mij lijkt het niet verstandig om met Charizard te beginnen. Ik denk Rotom Bosch. Dan moeten we helemaal naar het meer. Oh, gaan. Nu ben. Oh jee. What's midden up? In de lucht activeert hij de. Ja, en dan moet je weer vanaf daar vliegen. Oh! Mijn game liep. Kinda fast. Kinda fast. Ja, yeah, it do be like that. Sometimes. Exact, exact. En nu heb ik de cutscene. Wat vind jij ervan dat we bijna klaar zijn met dit? Ergens vind ik het heel jammer. Ergens vind ik het wel ook weer vet of zo. Dat we. Oh joh, wat gebeurde er? Dat we zover zijn. Ja, voor mijn gevoel moesten we nog echt een grote portie. Maar als je ernaar kijkt. Nou, het is alleen dit en de Elite 4. Voor de mensen thuis. Als wij aan de Elite 4 gaan beginnen, zeg maar. Vanaf dan mogen wij ook geen. Switches meer doen. Nope. Dus wat we hebben moeten we gebruiken. Precies. En anders ja, zijn we fucked. Ja. Dus de tip die van Flip. Natuurlijk, de tip van Flip. Gebruik geen substitute tegen Dondozo wanneer je hem wil verslaan. Want dat slaat gewoon nergens op. En de tweede tip van Flip is neem healing items mee. Met uitzondering van de revive. Ja. Want kijk voor de grap, hè. Kijk, ik heb zowat op al mijn Pokémon revives nu. Ik heb op Charizard, op Inteleon en Espeon heb ik revives. Als ik het goed heb. En dan op Rotom Wash heb ik TM's. Ja. Maar voor de rest heb ik niks. Okay. Wat heb jij dan? Ik heb. Ik moet eigenlijk heel even mijn bestandje erbij pakken, want anders ga ik dat die helemaal niet zo kunnen zeggen. Want in ieder geval, je had revives op Charizard, op Azumarill en. En Quagsire, maar die zijn allemaal gone. Oké. Okay. Ik heb alleen nog TM's op Charizard. TM's op Quagsire en health items op Kenta. Featuring nee. Kenta. Health items op Azumarill. Oké. Okay. En ik heb in mijn box nog een Jumpluff. Volgens mij is die revive ook al gone van de Jumpluff. Volgens mij ben ik die ook al een keer kwijtgeraakt. Ja, volgens mij had ik jouw Jumpluff. Met Garchomp verslagen of iets? In ieder geval verslagen. Ja. Ik heb in ieder geval van dit project geleerd.
noteer altijd de dingetjes die je kiest. Maar ja, als ik alleen maar revives kies, ja, dan is het wel redelijk makkelijk. Voor de mensen thuis, die kunnen dat heel groot op het scherm zien. Maar even voor ons, laat ik het zo zeggen. Het staat 9-9. Oh, serieus? Ja. Nou ja, wat je zei, dat geldt nog steeds. Het maakt echt geen fuck uit. Nee, het gaat uiteindelijk om die laatste cage match en dat is wel vet. Mhm. Kijk, Grident, doe je ding. Oh, dan krijgen we straks heel veel monoloog. Zeker. Of dialoog, eigenlijk. Kijk, als daarna... Ik denk dat we als we allebei de battle hebben verslagen, dat we mooi de aflevering kunnen beëindigen. En dan kunnen we de dialoog mooi offscreen doen. Sure. En dan kunnen we voor de laatste keer een cage match doen. En Mons gaan vangen voor de leak. Want de laatste, dat is echt 6-on-6, hè? Ja. We moeten alleen nog bedenken of we 1-om-1-om-1-om-1 willen doen of dat we dubbel battle willen doen. Oh, ik dacht dat we echt singles gingen doen. Ja, dat was in eerste instantie ook de bedoeling, maar daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Oh. Dus ik wil best gewoon singles doen hoor, dat is prima. Maar ja, misschien heb je dan te veel switch in. Laten we een poll in de chat gaan. Ja, die is al lang opgenomen dan. Kut. Anders doen we gewoon kop of munt, toch? Of we doen nu een poll in de groepsapp. Ah, ja, dat kan wel. Even kijken. Zo is nou weer Tatsugiri er opeens. Kijken, want ik heb het een keertje gedaan, maar volgens mij was dat dit. Ah, dat doe ik zo wel anders, joh. Nee, dat lukt me wel. Kijken. Single. Battle. Of dubbel battle, single, dubbel, send, graag antwoord hierop, at everyone, maar dat werkt niet. Dan doen we Jordi, at Mike, at Betty, at Stay in the ring. Heb je ook context erbij gegeven? Nee. Oh. Want anders dat maakt het juist minder leuk. Zonder context is altijd leuker. En dan op een gegeven moment al Sandring en Mike dan en Jordi gaan terugkijken. Dan zegt ze, oh, dus dat bedoelde die. Discharge meer? Nou, oh, dat doet wel wat. Yay, Perex. Dat wat Milan op mij had. Haha. Easy win. Lekker ring. Zeker ring. Gaan we even naar de tijd kijken. Nou, dat is wel een ruime aflevering. Zeker ring. Kijken. Dan kijken we nog even naar de cutscene dat hij doodgaat. Kuts. Blije Rotomosh. Ja, Rotomosh is heel blij. Ik niet. Oh. Je hoopt toch dat hij doodging, want deze had geen revive. Zekering. Lekering. Ah, fuck. Ik had... Sandring kiest gewoon... allebei... Ik had dat ook multi-antwoord uit moeten zetten. Pot voor 3. Graag het een of het ander is even nodig. Please. Wat het uiteindelijk gaat worden, dat zien jullie de volgende keer. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. We beginnen de volgende aflevering weer meteen met een cage match. En dan zien jullie dan. Adios, amigos.